Weet je ook wat de gevolgen kunnen zijn van een beet door een teek? Ja, ik weet wel dat je ziekte van Lyme zo kan krijgen. Maar verder weet ik de gevolgen verder niet daarvan. Nee. Ja, koorts of zo, volgens mij. Maar verder weet ik niet, nee. Een rode kring eromheen, toch? Ja. Tenminste, volgens mij. Ja, kijk of je geen rode kringen krijgt. Ja. In de gaten houden. En bij gekke klachten naar de huisarts gaan. Nee, ik weet alleen een pitje in de arm of zo. Een puntje, ja. Nou, niet helemaal. Maar je krijgt rode kringen en dan wordt het tijd dat je naar de dokter toe gaat. Nee, jeuk, pijn misschien? Ja. Nou, de ziekte van Lyme dan, hè. En ook vermoeidheidsverschijnselen. En nou, vervelende dingen allemaal. Ja, het angeltje moet eruit, hè. Maar je weet ik niet. Nou, je hebt dan die kringel, die krijg je om je been. En als die groot wordt, dan moet je echt naar de dokter. En als je vlot bent, dan kunnen ze nog wat doen met antibiotica. Maar lukt het niet, dan is de ziekte van Lyme volgende station vaak. Ik zou sowieso op symptomen gaan letten. Rode vlekjes of zo, witte vlekjes. Ja, dat sowieso. Ik zou zelfs naar de dokter misschien voor de zekerheid gaan. Zeker als je jeuk krijgt of zo, dan sowieso. Ja. Niet helemaal. Ik weet alleen wel dat de symptomen dat vrij lang kan duren voordat die zich vertonen. En dat het daarom belangrijk is dat je het op de kalender zet dat het gebeurd is. Dat je het aan de hand daarvan nog weer kunt herleiden. Dat het niet rood wordt. Dat je heel erg moe wordt. Ja. En dat je niks meer kunt. Nee. Ik weet het, ja. Ik ken het. Gaan jullie wel eens naar het bos? Ja. Ja, ga je wel eens naar het bos? En controleert u daarna uw kinderen? Soms. Zou ik meer moeten doen?